Ja, dames en heren, daar zijn we dan. Martini Plaza voor de wedstrijd van Donar, het thuisspelende team, tegen Basketbal Academie Limburg. Team van Gabrovcek is daar Hollanders. Dakota Quinn met de driepunter. Ja, daar gaan we. Kijk, met een goede verdediging. Bijna de bal verloren aan de kant van bal. Maar is hier wel de score. En hier ziet u Van Oostrum, die zijn eerste minuten gaat maken voor Donar. Maar krijgt ook wel wat ruimte. Uiteindelijk is hier Van Oostrum met wel een hele mooie binnenkomer, hoor. Oh, achter de rug. En Zuidema. Theo John met de screen. Van Oostrum kan de bal terugspelen naar Theo John. En wil daar in de aanval. Is het toch Theo John die misschien toch wel iets meer last heeft? 34 seconden van deze wedstrijd nog wat laten zien. Is hier een hele mooie van Gas. Mooie dunk. Aangepakt door de nummer 7, Tolel. Is hier Theo John. Theo John. Adetunji loopt vrij, maar Theo John doet het zelf. Van Oostrum. Drijft naar binnen met de lay-up. En de score. Probeert daarna wel weer gelijk de steal te pakken, maar dat is niet gelukt. Je ziet Van Oostrum, bal weer terug naar Zuidema. Een hele snelle beslissing en de fake. En de score. Een hele mooie aanval van Donar. Een goed basketbal IQ van Zuidema. Het vraagt. Misschien hem toch liever vanaf de midrange. Is dit ook weer de midrange? Uiteindelijk niet. Je ziet toch de rebound van de nummer 14, Niels van Holst. De bal wel onder controle, zie ik Gabrovcek. Gabrovcek, veel drie punten gescoord, maar kan het ook op zijn midrange? Hij kan ook op zijn midrange. Verspeeld is hier Charles, die uiteindelijk nummer 32 Gos vindt en die de bal naar binnen legt. Is hier Van Oostrum. Van Oostrum drijft naar de basket. Goede rebound van Gabrovcek. En weet hij wel raar mee in de paint. Court violation is hier Van Oostrum. Van Oostrum met de midrange. Uiteindelijk naar binnen. Van Oostrum met een heel mooi hoofdschot. Dus hier Brankovic. En aan de zijkant gezocht. Charles met de drie punten. Gabrovcek die er gelijk stevig op zit. En gelijk wel succesvol is daarin. Goede verdedigende actie. Is dit Dakota Quinn met de dunk? Zo, de knetter. Maar ook twee steals. Zijn we weer begonnen. Dakota Quinn met de dunk. Goed gezien door Hollanders. Van Oostrum drijft naar binnen. Uiteindelijk de zijkant gevonden. Zuidema. Zou misschien gelijk... is dit een hele mooie dunk weer van Dakota Quinn. Goed snel doorgespeeld door Adetunji. 10 assist al binnen. Kijken wat hij nog meer kan doen. Is dit Hollanders? Die uiteindelijk Zuidema vindt. Zuidema vindt Van Oostrum. Van Oostrum drijft naar binnen. Vindt uiteindelijk Zuidema. Nog 2 seconden. Moet schieten. Schiet. En via het bord erin. Ja. Vraagt het publiek om even wat meer energie erin te steken. Want deze zijn belangrijk, hoor. Batuli. Gaat zelf. Is het Dakota Quinn met de blok. Not in my house. Weert gaat deze uitdribbelen. Dit was een wedstrijd waarin Weert het aardig spannend wist te houden.